Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag een ontzettend lekker recept met jullie delen. En dit recept, dat is een recept van een heel bekend gerecht in de Oost-Europese keuken. Het is eigenlijk een Oekraïens recept, maar het wordt ook heel veel gegeten in Rusland. En ik denk dat elk restaurant in Rusland die dat wel op de menukaart zal zien staan. Dus ik ga het vandaag maken. En dit is best wel een uitgebreide versie. Je hebt van dit gerecht eigenlijk best wel veel versies. Ook versies die misschien wat meer simpel zijn. En dit is dan een wat uitgebreidere versie. Maar hij is echt nog best lekker. Nee, dit recept is best wel uitgebreid. En het vereist ook best wel wat verschillende handelingen. En je zult ook wat verschillende pannen hiervoor moeten gebruiken. Maar al die moeite die loont. Want de smaak van deze soep is echt heerlijk. Het is echt, ik denk als je een hapje neemt van deze soep. Dat je dan wel echt een smaakexplosie zult ervaren. Dus het is het wel echt waard. Daarbij wil ik nog één ding opmerken. Ik gebruik voor mijn soep een runderbouillon uit een glas. En dat doet naar mijn mening niet per se af aan de smaak. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat traditioneel gezien maken mensen natuurlijk zelf een bouillon. Maar ja, weet je zelf, het is best wel een uitgebreid recept. En als je dan ook nog zelf een bouillon moet maken, vind ik zelf net een beetje too much. Want het moet ook wel een beetje efficiënt blijven natuurlijk. Vind ik zelf. Maar het punt dat ik wil maken is dat je traditioneel gezien maakt is dan zelf een runderbouillon. En dan gebruik ze naast een bot zit ook wat vlees in. En dat vlees, dat bot gebruik ze niet meer. Maar dat vlees, dat gebruik ze dan vervolgens ook nog door de soep. En doordat ik nu niet zelf een bouillon maak, zit er ook eigenlijk nauwelijks vlees door de soep. Dus ja, misschien dat je nog wat extra gehakt doorheen kan doen als je dat lekker vindt. Dat is misschien nog wel aan te raden. Mijn vader bijvoorbeeld vindt dat zelf wel echt heel lekker als er ook nog wat vlees erin zit. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie het een leuke video vinden en laten we gewoon gaan beginnen. Nou, dit is het overzichtje van de ingrediënten die je nodig hebt voor dit recept. Zoals ik ook al zei in de introductie, in ieder geval een runderbouillon nodig. En ik gebruik deze. Ik zal even in de beschrijving een linkje plaatsen van het product dat ik gebruik. Verder gebruik ik wat verse peterselie, verse peper, spitskool, tomatenpuree, een verse rode biet, een ui, pastinaak, laurierblad, sourcream, knoflook, wortel, aardappels, boter, citroen en wat bloem. En omdat je best wel wat handelingen moet verrichten voordat je deze soep op tafel hebt staan, verdeel ik de ingrediënten in groepjes naar gelang de handelingen die ik zo meteen ga verrichten. En het eerste groepje, zo hou ik het tenminste overzichtelijk. En het eerste groepje dat zal bestaan uit de ui, de wortel en de pastinaak. En snij als eerst de ui in zo klein mogelijk stukjes. Versnipper de ui eigenlijk. En geen zorgen, ik ben heel voorzichtig met het snijden van mijn ui. Soms lijkt het door de camerahoek alsof mijn vingers gevaar lopen, maar dat is niet het geval. Nou, als de ui is versnipperd en of in zo klein mogelijk stukjes zijn gesneden, kan vervolgens in een schaal worden gelegd. En dan ga ik verder met de pastinaak en de wortel en daar snij ik als eerst de uiteindes vanaf. En de reden waarom je ze in zo kleine stukjes moet snijden, is omdat je de soep straks niet gaat pureren of je gaat hem niet door een blender halen. Dus de ingrediënten die je erin doet, die zullen dezelfde grootte zijn, dus die zullen hun grootte behouden. Dus dan is het wel zaak om dat zorgvuldig te doen. Nou, als je de wortel en de pastinaak hebt geschild, ga dan eerst verder met de wortel. En snijd die als eerst in de lengte door midden. En snijd hem vervolgens nog een aantal keer in de lengte op die manier. En vervolgens in de breedte, zodat je van die blokjes krijgt. Ik zou zeggen, snijd hem nog 3 tot 4 keer in de lengte. Zodat je kleine blokjes krijgt. Het is een beetje een geduld werkje. Maar dat geduld werkje, dat loont zeker. En dan ga ik verder met de pastinaak. En ook die snijd ik in de lengte door midden. Maar omdat de pastinaak aan de onderkant wat breder is en aan de bovenkant wat smaller dan de wortel, snijd ik hem
in ieder geval nog één keertje zo in de lengte. Maar vervolgens snijd ik het breedste gedeelte eraf. Want het breedste gedeelte dat ga ik apart in blokjes snijden door het een aantal keer in de breedte nog te snijden. En nog een aantal keer in de lengte te snijden vanuit verschillende hoeken. Totdat je uiteindelijk van die kleine blokjes krijgt. Zoals ik hier laat zien. Maar die uiteindes die moet je ook in blokjes snijden hoor. Dat laat ik hier misschien niet zien, maar dat is ook de bedoeling. De hele pastinaak moet je snijden in van die kleine blokjes. Voeg vervolgens pastinaakblokjes ook toe aan de wortel en ui. En dan kan de schaal eventjes opzij, want dan ga ik verder met de rode biet. En was de rode biet eerst eventjes. En verwijder dan de schil. Ik heb een kleine tip, omdat de rode bieten uit de supermarkt vaak heel klein zijn. Koop je rode biet bij de Ecoplaza of een andere biologische supermarkt. Ik heb die van mij in ieder geval bij de Ecoplaza gekocht. En hij was maar 76 cent. Maar dan heb je wel een echte grote biet. En die vond ik niet in de appie, want daar had je echt van die hele kleine bietjes. Dus ja, zo doen we. Was ook gelijk je handen als je de schil hebt verwijderd. Omdat je anders de rest van de dag rode handen hebt. En misschien nog wel de volgende dag ook. Dus ik zou zeker aanraden om direct je handen te wassen. Vervolgens heb ik de rode biet op een bord gesneden. Omdat als ik het op een snijplank zou snijden, dan zou de snijplank de rest van zijn bestaan rood zijn. En dat wilde ik niet. Dus zodoende. Het is misschien niet helemaal zoals het hoort, maar goed. Ik heb de rode biet vervolgens in stukken gesneden. Niet te klein, maar ook zeker niet te groot. Maar het is wel fijn als je straks de rode biet nog kan identificeren in je soep. Dus zorg er ook voor dat je ze niet te klein snijdt. Het ziet er prachtig uit van binnen. Nogmaals, ik ben heel erg voorzichtig. Het kan soms liggen aan de camerahoek dat het er wat gevaarlijker uitziet dan het in werkelijkheid was. Maar ja, wees altijd voorzichtig als je dingetjes snijdt. Dat doe ik ook. Nou, en dan is je rode biet, je prachtige rode biet in stukjes gesneden. Pak vervolgens een pan erbij en doe die op het vuur samen met een beetje olijfolie. En voeg daar de rode bietenstukken aan toe. En ook de helft van een citroen. En die citroen die pers ik daar eigenlijk boven zo een beetje met mijn hand. Ik knijp hem met mijn hand een beetje boven het mengsel uit. Voeg vervolgens ook tomatenpuree aan het mengsel toe en meng het een beetje door elkaar. Doe de deksel erop en haal de pan vervolgens van het vuur en pak je soeppan erbij. En dan kun je je runderbouillon eventjes gaan klaarmaken. En de runderbouillon die ik gebruik, daar moet je nog ongeveer, dat moet je aanlenken met ongeveer nog 3 van diezelfde potten met water. En gewoon met kraanwater. En dan heb je een runde bouillon. Roer het een beetje door elkaar. En vervolgens gebruik ik 3 soeplepels van mijn bouillon voor het bietenmengsel. En dat zorgt ervoor dat je straks als je de bieten gaat stoven, dat de smaken ja, goed zullen, oh, ja, best wel de smaken goed zullen worden opgenomen. Dat je best wel zo. Nou, meng het er nog eventjes door elkaar en zet vervolgens het vuur aan en zorg ervoor dat je mengsel een beetje begint te koken. En dan kan je vervolgens de bieten zo'n 20 tot 30 minuutjes stoven totdat de rode biet gaar is. Ga ik verder met het tweede groepje. En die zal bestaan uit de aardappels. Samen met spitskool. En schil als eerst de aardappels. Ik doe dat met een aardappelmesje. Ik ga ook met een aardappelschilmesje doen. En zorg ook voor dat je geen kruimelige aardappels koopt. Maar vaste kokende. En snijd die in blokjes.
Dan ga ik verder met de spitskool. En die snijd ik zowel in de lengte als in de breedte, zodat je ook dit soort stukjes krijgt. Je kunt ook witte kool gebruiken. Spitskool, dat lijkt heel erg op witte kool. En witte kool kan je geloof ik niet meer in elke supermarkt verkrijgen. En spitskool is geloof ik, heeft de spitskool een wat meer verfijndere smaak. Maar dat weet ik niet zeker, maar spitskool is de kool die ik gebruik. Nou, als je bieten gaar zijn, na die 20 tot 30 minuten, hoort dan nog een beetje door elkaar. Doe de deksel erop en haal de pan van het vuur en zet het eventjes opzij. Pak vervolgens een andere pan en doe daar een blokje boter bij. En dat is niet de boter die je straks nog nodig zult hebben, maar goed. Extra boter. Als de boter bijna is gesmolten, voeg dan de wortel, de pastinaak en de ui eraan toe. En zorg ervoor dat je een ruime pan gebruikt en dat je wortel, pastinaak, uimengsel niet hoger dan 30 mm zal liggen. Want anders ben je het meer aan het stoven en dat wil je niet. Nou, roer het een beetje door elkaar. Als je het een beetje hebt gebakken, voeg dan een bloem toe. En ook een eetlepel van je rundelbouillon. 2 eetlepels zelfs. En meng dit alles door elkaar en laat het een beetje koken. En de bedoeling is eigenlijk dat het uiteindelijk wat zachter wordt. Maar het hoeft nog niet 100% gaar te zijn. Ik denk dat je het zo ongeveer 5 tot 10 minuutjes een beetje moet laten pruttelen. Zachtjes. En dan kun je het vuur daarvan uitzetten. Ga vervolgens verder met je rundebouillon. Doe daar je aardappel en de spitskool bij. In die grote soeppan. En roer dat er ook een beetje, roer dat een beetje doorheen. En je zult zien dat misschien lijkt alsof je te weinig vloeistof hebt, maar dat komt natuurlijk omdat je ook wat bouillon uit hebt gehaald. Doe de deksel volgens op de pan en laat het koken. En als het begint te koken, dan kan je het bietenmengsel eraan toevoegen. En roer dit er doorheen. En laat het lekker eventjes zachtjes pruttelen. Totdat de kool en de aardappel gaar is. Dus zet even zachtjes op een laag pitje. Dan ga ik vervolgens verder met de boter en de bloem. Dan pak je voor een klein steelpannetje. Laat de boter een klein beetje smelten. Dat is wel de boter die ik zojuist in het overzicht van de ingrediënten heb laten zien. Voeg daar ook bloem aan toe. En meng dit zo'n 5 tot 10 minuutjes met elkaar. Totdat je eigenlijk een bijna bruin vloeibaar mengsel krijgt. En het is wel echt een geduldwerkje. Zorg er ook vooral voor dat je vuur niet te hoog staat. Want anders kan het geheel ook nog gaan verbranden. En dan kun je het weggooien. Dus be careful. En uiteindelijk zal het er ongeveer uitzien als een soort van pindakaaskleur. Haal het dan direct van het vuur. En ook van de hittebron. Pak vervolgens dan je soeppan er weer bij. En voeg daar dat boter bloemmengsel ook aan toe. En dat zorgt ervoor dat je soep ook wat dikker zal worden. En dat het meer een betere structuur zal krijgen. Meng dat er een beetje doorheen. En voeg vervolgens ook de wortelpastinaak ui mengsel toe aan je soep. En meng dit er ook goed doorheen. Dan kan er een laurierblaadje bij. En de 2 teentjes knoflook. En ik gebruik daar een knoflookpers voor. Je kan het ook proberen het heel fijn te snijden of het te raspen. Maar ik vind zelf zo'n knoflookpers wel echt ideaal. Dus dat is wat ik gebruik. En ik zou zelf niet zozeer knoflookpoeder aanraden. Omdat dat toch wel minder smaakvol is dan die teentjes knoflook. Voeg vervolgens nog wat zout toe aan de soep en wat verse peper.
En meng alles nog eventjes goed door elkaar. En ik zou zeggen, proef er ook vooral even tussendoor. En of er misschien nog een beetje zout erin moet of niet. Ik denk het niet, want het is best wel een smaakvolle soep. Nou, en dan kun je de soep gaan serveren. En ik serveer het met wat sour cream en wat peterselie. En ik zou zeggen, probeer vooral deze bijzondere soep, want hij is echt ontzettend lekker. Nou, dat was de video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En daarbij wil ik nog opmerken dat als je dit recept maakt voor het diner, dan kun je de soep ook nog in de pan bewaren in de koelkast. En als je dan de volgende dag voorbij de lunch op gaat eten, dan zul je merken dat de smaak nog wat meer intens is. En dat komt natuurlijk omdat de soep dan een dagje heeft kunnen trekken extra. Dus dan zul je nog zal het misschien nog wel nog smaakvoller zijn. Terwijl dat die al heel erg smaakvol is. Maar daarbij, er gaan er natuurlijk wel wat voedingsstoffen verloren. Dus het is niet per se aan te raden om de soep een dag van tevoren te maken. Ik zou dat wel dezelfde dag opeten. Maar mocht je een restje hebben, is dat restje wel extra lekker. Goed, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om dit recept te filmen en met jullie te delen. En mijn vader vond het ook heel erg leuk, want dit is zijn favoriete recept. Dus hij vraagt nu al wanneer ik het volgende keer ga maken. Maar hoe dan ook, heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doeg!